Keurig binnen de tijd, dank u wel. Eén vraag van mevrouw Van der Plas. Ja, dank u wel, want voorzitter, dan hoorde ik de heer Eertmans er nou voor pleiten om de tomatenteelt uit Nederland te laten verdwijnen en ons afhankelijk te laten maken van import? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Het woord is aan de heer Eertmans. Nou, bijna wel goed begrepen. Ik denk dat je soms je moet afvragen of je niet beter het product kan importeren of de tomatenplukker in dit geval. Dus de tomaat of de tomatenpluk. Dat is een voorbeeld. En ik zeg er niet bij, we zetten de hele tomatenpluk overboord. Maar je moet je soms afvragen welke gevolgen, ik denk dat dat een heel reële vraag is. De productie die je maakt, die je levert, ten opzichte van het effect als je het product gewoon naar Nederland haalt. Dat is eigenlijk een bijna retorische vraag van mijn kant. En ik stel het aan het kabinet of dat niet een hele goede overweging kan zijn. Of je inderdaad laagproductieve arbeid kan voorkomen door producten hier naartoe te halen in plaats van de producenten en de makers. Ja. Een tweede vraag van mevrouw Van der Plas. Ja, ik verbaas me hier echt enorm over. Ten eerste is het een sector die een grote toegevoegde economische waarde heeft. Dus wat gaan we daarmee doen? Ten tweede is het natuurlijk wel zo dat wij hebben het. Voedselzekerheid is een enorm groot issue op dit moment in Europa. Dat in Europa dat we voor onze essentiële goederen dat we zelfvoorzienend moeten zijn. Als je ze elders vandaan gaat halen, en nou ja, dat zal dan misschien uit Spanje zijn, even over de duurzaamheid gesproken. Ik was toevallig afgelopen zomer in Zuid-Europa. Daar heb ik heel veel van die tomatentelers gezien. Dat gebeurt in gebieden waar het vrij droog is, wat enorm veel water kost. Dus op het gebied van duurzaamheid is dat ook niet goed. En als er landen zijn waar een teelt bijvoorbeeld mislukt door droogte of om wat voor reden dan ook, dan zegt zo'n land, ja jongens, we hebben zelf niet genoeg, dus wij houden dat even voor onszelf. Dus ik begrijp dit beeld helemaal niet. Los van het feit dat een enorme economische sector actief is in het Westland. Sorry, ja, ik rond af. In het Westland, wat gewoon hele grote gevolgen gaat hebben voor die gemeente. Dus ik zou de heer Eertmans willen vragen om te overwegen om het voorbeeld van de tomatenteelt weghalen uit Nederland, om dat toch eens te heroverwegen. Het woord is aan de heer Eertmans. Nee, dat is een beetje overdreven, want de vraag is gewoon, begrijp ik je goed? Nee, dat begrijpt u niet. Want kijk, het gaat erom. De vraag is welke gevolgen jij treft als jij laaggeschoolde arbeid naar Nederland haalt om, ik heb als voorbeeld gegeven, tomaten te produceren. Als dat uiteindelijk in de termijn gewoon heel veel nadelige gevolgen heeft die ik ook allemaal beschreven heb met laaggeschoolde arbeiders hier naartoe halen uit Europa, dan is dat juist een heel terechte overweging. En dan kan je het niet alleen op kosten-baten zetten, maar ook op het probleem van de bevolking in Nederland en alle overlast die wij ondervinden. Dus ik vind dat te simpel gedacht. Juist om te zeggen van ja, dat moeten we koet allemaal in stand houden. Al die arbeid, als wij dat, we zeggen het ook niet over robotisering. Hè. Je kunt ook op een hele goede manier, dat heb ik net aangegeven, in de landbouw werken met melkrobots, landbouwrobots. Kun je ook wel zeggen, ja, dan dat is toch verschrikkelijk, want dan kunnen we onze boerenbedrijf kunnen we opgeven. Nee, juist niet. Dat zie ik juist als een winst. En dat moeten we denk ik, die kant moeten we op, want wij worden nu overspoeld. En ik denk dat ons al, ik geloof het nieuwe kabinet ook, veel aangelegen is om de aanwas van laaggeschoolde arbeiders uit Europa, om die juist aan banden te leggen. Dus daar doe ik mijn voorstellen voor. Een laatste vraag van mevrouw Van der Plas. Een laatste conclusie. Ik hoor de heer Eertmans hier gewoon meerdere keren zeggen dat de tomatenteelt eigenlijk niet meer welkom is in Nederland. En dat gaat heel veel tuinders raken. Gelukkig zit naast mij een collega. Ik wil zeggen, mijn tomatendiscussie. Ja, dat wou ik nog even toevoegen. Er zit hier een tomatenliefhebber naast mij, de heer Van Kent van de SP. Wel bekend van de tomaat. Dus dank u wel. Ik voel me wel veilig bij u in ieder geval. Dank u. Even een klein punt van orde. Heeft u nog een vraag? Nee, helder. Dan kijk ik even naar de heer Eertmans. U was klaar. Dan geef ik graag het woord aan de heer Ergin. Ja, voorzitter. Dank u wel. Arbeidsmigranten zijn al decennia lang de onmisbare ruggengraat van de Nederlandse economie. Vorige maand nog herdachten we een belangrijke melding.